Het duurt nog bijna een jaar voordat het WK voetbal in Qatar begint, maar er wordt nu al warm gedraaid. Zojuist was de finale van de Arab Cup, de competitie tussen landen in het Midden-Oosten. Het is de generale repetitie van het WK. Correspondent Olaf Koens ging kijken. Nog een klein jaar en dan lopen hier de oranje fans. De stadions, de wegen, alles is nieuw. Het mag wat kosten en dat is geen enkel probleem. Qatar is het rijkste land ter wereld. En dit hier is de heilige grond. Als Oranje volgend jaar wereldkampioen voetbal wordt, dan gebeurt het in een van de gloednieuwe stadions hier. Voor het WK is zelfs een heel metronetwerk aangelegd. Vooral door onderbetaalde gastarbeiders. Maar daar komen we straks op. Het wereldkampioenschap is in december. Alleen dan is de temperatuur op het veld te harde. Yeah, I think it's very important for us to make a very successful champions for this. Next year the whole world is coming. I know. So let's build and watch the whole thing and wait for it. And we hope everything is going to be just fine. De Arab Cup werd zojuist gewonnen door Algerije, maar Qatar heeft de hoofdprijs al binnen. Hier speelt volgend jaar de hele wereld. En nu het WK dichterbij komt, groeit ook de kritiek. Ondanks toezeggingen van Qatar of de FIFA is de behandeling van de tienduizenden gastarbeiders die hier werken amper verbeterd. Waar je ook kijkt in Qatar zie je gastarbeiders. Maar hier met ons op camera praten, dat durft niemand. En dus laten we dit interview draaien in Nepal. Met iemand die gebroken is teruggestuurd, terwijl hij juist vertrok om geld te verdienen. Ze hebben amper rechten. Veiligheid is ondergeschikt. Soegal werkte als steigerbouwer in de volle zon. Hij werd duizelig en viel naar beneden. En na ruim een maand in het ziekenhuis hier in Doha is hij teruggestuurd naar Nepal. Zonder compensatie, zonder pardon, simpelweg afgedankt. Terug met lege handen en een handicap. Het is maar één voorbeeld, maar dit is het lot van de vele tienduizenden gastarbeiders die de stadions, de hotels en alles voor het WK in gereedheid moeten brengen. Zijn gezondheid krijgt hij nooit meer terug. Opgeofferd voor een voetbalfeest, nog voor het begonnen is. Olaf Koens, RTL Nieuws, Doha, Qatar.